Goedemiddag KWO'ers. Als je het mij vraagt, is er één merk wat er echt uitspringt als het gaat om goede molens. En dat is Shimano. Ik heb ze nu ook onder mijn hengels hangen. Deze hangen er nu een aantal maanden onder. Dit zijn de nieuwe Ultegra CI4 Plussen XTC's. Maar daarnaast heeft Shimano nog een reeks andere molens uitgebracht. Eigenlijk een beetje vanaf eind 2016 tot met nu. Er zijn vier molens die er echt uitspringen voor de karpenvisserij. En in deze video wil ik jullie laten zien welke vier molens dat zijn en wat onderling de verschillen zijn, zodat jij goed kunt bepalen welke van deze vier molens het beste bij jouw visserij past. Nou, de eerste molen in de reeks is misschien wel de bekendste onder jullie, de Ultegra 14000 XTD. Wat heb ik deze molens veel aan de waterkant gezien afgelopen jaar. Hij is gereleased in het najaar van 2016. Ik heb ze zelf ook een hele tijd gebruikt, vanaf december had ik ze in bezit. Ik heb er ruim een jaar mee gevist. In mijn geval is een jaar vissen heel erg veel vissen. Ik heb er heel veel plezier van gehad. En als je het mij vraagt, is dit een van de allerbeste molens als je kijkt qua prijs-kwaliteit. Voor een visser die niet honderden euro's aan zijn molens wil uitgeven. Deze molens, een winkeladviesprijs van 169 euro. Maar wellicht als je een beetje gaat shoppen om je heen, keuze wat voordeliger vinden. Supermooie molen, gaat een berglijn op. Het is gewoon een big pit molen. Hij is wel lekker compact. Bijna 600 meter gaat erop, 550 meter. 3200ste volgens mij uit mijn hoofd vandaan, de 3500ste zelfs. Dus in ieder geval genoeg lijn om ook in Frankrijk mee te gaan vissen. Een van de features van deze molen is de X-chip technologie van Shimano. In makkelijke woorden houdt eigenlijk in dat de krachtoverbrenging helemaal geoptimaliseerd is in de body. Dus dat betekent dat die super sterk is en dat je optimaal zeg maar, de druk kan overbrengen op de vis. Slip bovenop, een redelijk snelle slip ook. In een paar slagen zit je van helemaal dicht naar helemaal open. Ja, wat ik net al zei, topmolen als je op zoek bent naar een molen voor niet al te veel geld, maar wel gewoon de kwaliteit van Shimano waardeert. We gaan nu kijken naar het model waar ik zelf nu mee vis, dat is één stapje hoger. Dat is de Ultegra CI4 Plus 14000 XTC en die is net wat meer geüpgraded, we gaan ze naast elkaar zetten. Dit zijn ze dan jongens, excuses voor alle bagger die erop zit en gekinkte lijnen, noem maar op. Ik ben er net 8 weken mee naar Frankrijk gegaan. Ze hebben me niet in de steek gelaten, deze Ultegra CI4 Plus XTC's. Afgelopen maanden de modus geweest die onder mijn hengels hangen. Ik heb er honderden karpers inmiddels al mee gevangen. En ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk. Ik had dus eerst de goedkopere versie die we net hebben gekeken, nu deze. En voor mij is het best een wereld van verschil. Deze modus zijn een stukje duurder. Adviesverkoopprijs rond de 300 euro. Maar dat merk je ook wel direct. Eigenlijk het grootste verschil is, als je ze oppakt voel je al het gewicht. Deze modus zijn bijna 200 gram lichter als de 14000 XTD's. Dat komt door het materiaal waarmee ze gemaakt zijn. Het materiaal, dat noemt de Shimano CI4 Plus. En dit is eigenlijk een speciale soort kunststof met voornamelijk carbon erin. Waardoor die super sterk is en dus een heel stuk lichter wordt. Wat daarnaast een groot verschil is aan deze molens, is ook de slip. Waar er in de XTD's een filterslip in zit, zit er hier een kunststofslip in. En deze slip is ook helemaal afgesield. Dus dat betekent dat die redelijk waterdicht is. Je moet er niet mee gaan zwemmen. Maar met regen, spatwater, noem maar op, is geen enkel probleem voor de slip. En wat je eigenlijk echt wilt vermijden is dus dat je slip nat wordt. Want er komt een ruimte tussen en dan gaat die minder goed functioneren. Deze jongens zijn dus daartegen beschermd. En door de quick drag slip bovenop kun je ze eigenlijk in één hand omdraaien. Kun je slip helemaal dicht en helemaal open zetten. In het begin is dit wellicht nog even wennen, want je kan echt super snel schakelen als je vis aan het drillen bent. Maar als je hier helemaal aan gewend bent, dan is het echt fantastisch. Want met een paar tikjes voel je direct al dat de slip verandert. En als je daar helemaal aan gewend bent, dan wil je eigenlijk niet meer anders meer. Ja, voor de rest qua looks zien ze ook super mooi eruit. Ze zijn iets verfijnder als de XTD's. Vooral de hendel is wat smaller gemaakt. Het is een mooi donkergrijs met zwart gecombineerd. Oftewel ziet er super deluxe uit. Compacte molen. Ik vis ze zelf ook gewoon onder korte hengels, 9 fietjes. Ja, dat is perfect, zo'n licht moletje. Als we dan verder in de range gaan kijken, weer een stapje hoger als deze, zijn de Power Arrows. Ik zou je eerlijk zeggen dat nu ik deze Power Arrows in mijn hand heb, dat ik er best wel hebberig van word. Wat zien deze molens er ook weer super vet uit, hè? Helemaal zwart, gelikt, mooie dunne hendel ook. Fantastisch. Het grote verschil ten opzichte van de CI4 Plus die ik net behandeld heb, is eigenlijk de body. Dit is eigenlijk de eerste in de reeks van de high-end modus die een Hagane body heeft. Dat is een speciale techniek die Shimano gebruikt om de modus te maken. Hagane wil zeggen dat het koud geperst aluminium is. De CI4 Plus, dat was een kunststof. En dit is dus koud aluminium. Dit is super sterk. Een stuk duurzamer natuurlijk als kunststof. Kan meer hebben, kan meer stootjes hebben. Hij heeft daarnaast ook een stuk waterdichter gemaakt. De slip onder andere. Waardoor er ook nog meer water in kan komen zonder dat het invloed heeft.
Ja, en door deze body zit er heel weinig speling tussen alle onderdelen die in de molen zitten. En hoe minder speling erin zit, hoe strakker alles op elkaar zit, ja, hoe beter het voor de molen is, hoe minder het gaat frikken, hoe minder snel het kapot gaat. Ja, dit zijn dus echt molens waar je jaren mee vooruit kan gaan. Het zijn wel relatief prijzige molens, rond de €450. Maar dan heb je ook echt wel pareltjes, wat ik zeg. Uiteraard een high speed drag ook op deze molens. In een halve omslag zit de molen muurdicht. Daarnaast kan natuurlijk een berglijn op tussen 500 en 600 meter als je gewoon met een dunnere gevlochten lijn vist. Dus ja, dit is wel echt een molen voor de bazen. Oké, jongens, hier heb ik in mijn handen de absolute top van de Shimano molens die ik hier voor me heb liggen. En wat een prachtige molen is het, de Aero Technicum Magnesium. Als je het uiterlijk bekijkt, zie je wellicht dat het iets anders is. Ik vind hem nog verfijnder gemaakt, nog gestroomlijnder, minder materiaal. Als je hem in je handen hebt, voel je ook al direct dat hij een stuk lichter is dan de Power Arrows. Maar dat heeft voornamelijk mee te maken dat de body dus van magnesium is gemaakt. Uiteraard ook Hagane in Shimano stijl. Wat dus wil zeggen dat alles super strak op elkaar zit, geen speling tussen zit. En ze super sterk en super lang mee kunnen gaan. Dit materiaal is ook weer steviger als het materiaal van de Power Arrows. Ook qua waterdichtheid is deze molen een stuk geoptimaliseerd ten opzichte van de Power Arrow. Want namelijk ook onder de kap is die helemaal gesield. In principe kan er geen druppel water hier bij de essentiële onderdelen van de molen komen, waardoor die echt jaren meegaat. Uiteraard ook een high-speed drag bovenop, in een handomdraai de slip verstellen. Een ander interessant punt van deze molen is de slow oscillation. Bij de Power Arrows praten we met een slow oscillation 5 en hier dit is een slow oscillation 10. Wat wil zeggen dat deze nog 2 keer zo langzaam opspoelt als de Power Arrows. En dat is natuurlijk super voor je lijnoplegging, wat veel invloed heeft op de werpcapaciteiten van de molen. Dus deze jongens, als je ver wil werpen, is dit ook echt de perfecte molen. In het nieuwe design van deze molens is ook de line safety guard verbeterd. Wat wil inhouden dat je de lijn nog minder snel onder de spoel van je molen kan slaan. Als het iets irritant is, is dat het wel. Met deze molens ga je er geen last van hebben. Uiteraard hangt hier ook een prijskaartje aan. Wat ik al net zei dat de Power Arrows voor de bazen zijn, de bazenmolen, is deze molen echt voor de opperbazen. Met een adviesverkoopprijs van €800 zou hij zeker niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar ja, als je het geld over hebt, zou ik zeker niet twijfelen. Want deze jongens, die willen we onder je hengels hebben hangen. Ik heb het geluk dat ik natuurlijk bij KWO werk. En dat Shimano zei, jongens, we willen dat jullie die molens gaan field testen. En eens even kijken of ze MH-proof zijn. Ik vind het gewaagd dat ze het aandurven, maar ik ga die uitdaging natuurlijk wel graag aan. Ik heb 2 stuks van Shimano gekregen. Helaas moeten ze weer terug. Maar dat neemt niet weg dat ik de komende weken met deze molens kan gaan vissen. En dat jullie dus ook binnenkort een uitgebreide review van deze paradepaardjes kunnen verwachten op KWO. Ik hoop dat jullie met deze video een beetje kunnen laten zien wat de verschillen tussen de verschillende molens zijn. En wellicht heb ik je geholpen bij de keuze van een molen. Als je voor een nieuwe molen gaat, ik zeg het nogmaals, Shimano, topkwaliteit. Ga naar de winkel, draai eraan, voelt het en je zult verkocht zijn, jongens. Veel succes en pak een bak.